Mijn liefste vrouw. De dood zocht wel de honing van jouw adem op, maar heeft jouw schoonheid nog niet aangeraakt. Je geeft je niet gewonnen. Ik ben Jochem ten Haaf en ik speel Benvolio, de neef van Romeo. Oh jongens, dit is echt... Doe het nou man, slecht acteur ben je. Ik ben... Slecht acteur ben je man. Dit is een beetje te lang. Dit is te lang. Ik ben Marouane Kenzar en ik speel Romeo. Ik ben Jeroen. En ik speel Mercutio. Ach, je ben je gewond. Ja, ik... ja. Het is een krap, Benvolio. Nou, Jeroen zegt het, een soort een mix van goed amateurisme. Mix van amateurisme, verborgen homoseksualiteit en af en toe nog wat tekst. Hij is Romeo. Ja. Dat zien jullie ook wel, hè, dames. Mooie jongen. Goed acteur ook, trouwens. Nee, jongen. En nee, ik ben ook een name dropper. Nee, en wij zijn dus de neef en de vrienden. We zijn echt een groep jongens. En wij zorgen ook een beetje voor de... lol en een beetje plezier en het is een beetje jongensachtige. En lol hebben we. Nou, lol hebben we. Dat zien jullie wel natuurlijk, hè, mensen. Laat wie mijn levensloop bepaalt de richting kiezen van mijn zeil. Ja. Vooruit. Laat nu de lust maar gieren. Romeo en Julia gaat over Romeo en Julia, die op elkaar verliefd worden. En, maar die allebei van een familie komen waar er oorlog. Tussen eerst. Nee, klopt. Ja, dat is goed. Het zijn families die heel lang ruzie hebben met elkaar. Ja. En zij blijken van die families te zijn. En in 3 dagen, 4 dagen, 5 dagen tijd wordt daar een soort van... ontstaat een soort van wervelwind waardoor ze uiteindelijk sterven. Ik lees wat ze wil zeggen in haar blik. Kijk naar haar wang die leunt tegen haar hand. Romeo. Waarom ben jij Romeo? Nou, ik vind het heel spannend. Want het is Shakespeare, dus heel veel taal. En dat is natuurlijk ook de uitdaging, dat die 2,5 uur dat de voorstelling duurt, het is een lange, dat wel heel boeiend en dynamisch en grappig en verrassend en spannend blijft. Geef mij een dosis gif. Een spul dat razendsnel door alle aders zich verspreidt, zodat de levensmoe mens die ervan drinkt, terstond ter aarde zijgt. Hier is het zo mooi dat het in 5 dagen gewoon zijn hoogtepunt en ook zijn dieptepunt bereikt tegelijkertijd. Ja, precies. Alles gebeurt in die zo'n heel kort tijdsbestek. Ja, en dat is, ja. Hier zo mooi aan. Zelfs op het allerlaatste moment waar... wanneer ze dus allebei eigenlijk sterven... zelfs dan is het nog wel een soort van hoogtepunt voor ze. Terwijl ze het ook natuurlijk als dieptepunt zien. Ja. Dat heb ik dus niet meegemaakt. Nee. Anders zat ik hier niet. Nee. Gelukkig, dan laten we dit afkloppen. Dat is ook heel herkenbaar, tenminste denk ik, als je in onze leeftijd nu bent. Dat je inderdaad, op een gegeven moment, ik merk dat heel veel van mijn vrienden die gaan opeens samenwonen of die krijgen zelfs kinderen. En dan denk je echt, en dan ontvalt een groep toch een beetje uit elkaar. Dan zie je elkaar nog wel, maar het is altijd anders. Of het zit, opeens komt niemand zijn vriendin mee of zo. Dat is ook echt heel erg, hè Jeroen? En nee, maar snap je dat je dan inderdaad met iemand, ik heb wel eens een vriend naar Amsterdam komt en die zegt dan opeens van... nee, we komen om 9 uur aan. En denk, sorry? En dan nemen ze van, weet je, dat kennen we allemaal. Dat is heel frustrerend. En dat gebeurt bij hun ook. Ze zijn altijd met z'n drieën. Ja, ik doe dat niet. Er wordt natuurlijk wel wat gesnabbeld, zeg maar, on the side. Maar het is wel een eenheid, een drie-eenheid en zo. En op een gegeven moment is, ja, dan ontvalt er dus iemand die zegt, ja, ik ben verliefd, dus ik ben weg. Als je nu, ik noem maar wat, met je vrienden of met wie dan ook enorm 2 bladzijden lang over je gevoel zou gaan zitten praten, dan is het toch een beetje van... zeg, homo, wat is er aan de hand? Dat idee. En dat mag bestaan met Shakespeare. Er worden metaforen, beeldspraak bijgehaald. En eigenlijk maakt dat wat je probeert te zeggen en hoe je het zegt, maakt het nog veel rijker en interessanter. Zal ik dan niet verstijven in die kelder, die vuile mond waar nooit gezonde lucht komt, en stikken voor mijn Romeo daar arriveert? Waarom zou je niet gaan? Waarom zou je niet gaan? Ja, waarom zou je niet gaan? Er zijn een paar leuke films op dit moment ook. Ja. Haar was, een rap nog onbekend en raar was, had ik de hiphop al gevonden en
mensen doen, kan ik niet zonder. Het is een wonder, ik ben een rap chickie. Rap chickie.